Mijn beste vrienden, Maribo groet u met een grondtap, Biggie Brassa en een plezierie en le spikkie. Man, we zijn in die feestweek en er gebeuren echt allerlei feestelijke zaken in en om ons heen. Beste vrienden, laat u niet voor de gek houden. Er is heel veel rommel aan de hand in het land. En we praten steeds over de rommel. Niet omdat we het zo leuk vinden, maar omdat we uw ogen erop willen vestigen, zodat u niet voor de gek wordt gehouden. En u weet hoe mooi Suriname is. Maar hoe slecht Suriname wordt bestuurd, altijd. Niet Chandrika Persaat, Chantok heeft het geïntroduceerd. Nee. Zolang wij ons kunnen herinneren, hebben we een probleem. Neem nou de lerarenstakingen. Zolang wij elkaar kennen, worden de leraren niet goed betaald. En gaan ze af en toe in staking, in combinatie met een andere vakbond, hebben ze zelf in oktober 69 Joepie Pengel ten val gebracht. En beste vrienden, dat was ook zo'n geval, hè? Joepie Pengel. Joepie Pengel, die maar drie functies. Dus kijk hoe slim we waren toen. Hij was minister van Algemene Zaken, minister van Financiën, minister van Binnenlandse Zaken. En hij was premier. Belachelijker had het niet gekund. Dus kijk waar we vandaan komen. En toen was Suriname natuurlijk nog niet onafhankelijk, want we praten over 69. Onafhankelijkheid was 75. Beste vrienden, het land Suriname heeft constant in een deplorabele toestand verkeerd. Dat want taki dem tak deplorabel, maar tak zielig, vervelend, vermoeiend, niet goed, ellendig, altijd. En geen enkele ellende ontstaat zomaar. Die ellende begint in het hoofd van de mensen. Want die mensen zijn het die de ellende verder opduwen en opkloppen. En op basis van die ellende beslissingen nemen die nog grotere ellende veroorzaken. Ik heb het eerder gezegd, maar het is eind van het jaar. Dus we herhalen het gewoon voor u. De onafhankelijkheid was een grote misstap. Hadden we nooit moeten doen. Dat wil niet zeggen dat ik zo van die koloniale situatie hou. Nee. But it is a time. There comes a time when we have to colonize the colonizer in reverse. We hadden het nog niet moeten doen. Dan hadden wij op basis van veranderde inzichten hadden wij de kolonisator kunnen koloniseren. We hebben het gedaan eigenlijk doordat er half miljoen mensen van ons in Nederland woont. Nou, toen hebben we het eigenlijk gedaan, hè? Want die mensen zijn allemaal eigenlijk achter hun geld aangegaan. En ze zijn allemaal op zoek gegaan naar waar de Rijn ons land binnenkwam. Vroeger was dat bij Lobert. Maar die Rijn heeft een afwijking gemaakt. Hij komt ons land niet meer binnen bij Lobert. En wat we leerden dus in die schoolboeken toch, de Rijn komt ons land bij Lobert. Al die half miljoen mensen zijn onderweg gegaan en ze zijn naar Nederland gegaan om te zien waar die Rijn ons land binnenkomt. En die Rijn die blijft komen. En die mensen die blijven gaan.
En ze worden boos. Ze worden boos op 300 jaar kolonisatie. Ja. En mijn beste vrienden, als een jongeman stond ik bekend in Nederland als een angry young man. Maar ik heb besloten om niet oud te worden als een angry old man. Dat is niet goed. Dus minstens moet je gezond oud worden as a wise man. Oké? En het is niet zomaar. Because you have to free your mind. En wanneer je je mind hebt verschoond, dan kom je in de fase waarbij we praten over awareness. Dat want taki, sabi you serefi, you consensi, kiss you serefi, sap sa je do, opoyai. Dat is een mooi woord voor Senantongo, toch? Consciousness, opwaai. Bewustwording, zelfde woord, opwaai. Awareness, dus kies jezelf ook opwaai. Zo is de beperking van Senantongo, en die, al die woorden die we niet hebben, die geven ons wel voordelen, omdat je met één woord verschillende zaken kan duiden. En in je beschrijving geef je dan aan waar het om gaat. Krachten. Mijn beste vrienden. Het leven in Suriname is nooit makkelijk geweest voor de gewone mensen. De enige voor wie het makkelijk was, dat waren de mensen die hadden. En de mensen die hadden vroeger, dat waren eigenlijk de mensen met een beetje opper kleur. Ja, die ellende bestaat natuurlijk, hè. Dins maar die bij opper den kleur. Maar daar zijn ook schakeringen onder, want niet allemaal die opper den kleur hadden het goed. Maar u mag over het algemeen ervan uitgaan dat vroeger was die witte man de baas. En daarna was de minder witte de baas. Dus de mulatten. Neem bijvoorbeeld, ging je naar een kantoor of naar een bank. Dan, hoe meer je naar de top van die bank ging, dus elke verdieping, werd witter. Tot op laatst betekent het, de hele onderkant was zwart en bruin en naar boven toe was het lichtbruin en daarboven was het lichter bruin en daar aan, nog verder, nog hoger was het donkerwit. En als je aan de top kwam, dan was het wit. Beste vrienden, wij hebben moeite met het formuleren van cultuur. Daar ging ik in mijn laatste video op in. Archimitori. Maar die Archimitori, die gaat deze hele week gewoon verder tot januari. Jazeker, beste vrienden. We zeggen de dingen die gezegd moeten worden. En we gaan er niet van uit dat iedereen het eens is met ons. Nee, daarvoor zijn er te veel hoofden gekoloniseerd. En daarvoor zijn er te veel mensen bij wie juist het niet hebben van een echte vooruitstrevende cultuur money in het laadje voor ze brengt. Mijn beste vrienden.
Wij gaan de zaak voor u opdelen en u gaat me blijven horen. Voor nu, Paramaribo groet u. Devi rusten. En wanneer je over Suriname praat, gebruik die R. Want dat onderscheidt ons van elk ander mens op deze wereld. Geweldig hoor. Spreek het uit. Man, schat, ik wil je lief hebben in Paramaribo. Tot later. Komma. Een komma. Mijn lieve mensen, Devi rusten.